Van harte welkom hier in de Hoeksteen in Bergendijm. Het is het weekend van Moederdag. Een moederdag die anders is. Raamvisite is het nieuwe normaal in 2020. Het was deze week ook de week van de dodenherdenking en bevrijdingsdag. Maar wel heel anders dan al die andere 74 keren dat we dat herdacht hebben. Onze premier Mark Rutte spreekt over het nieuwe normaal. En daar zullen we aan moeten gaan wennen, zegt hij. Er was een wereld voor corona en er is straks een wereld na corona. Maar geeft deze coronacrisis jouw leven met Christus dan ook geen nieuwe input? Is er straks ook een kerk voor corona en een kerk na corona? Wat wordt ons spirituele nieuwe normaal? Bij Paulus gaat het namelijk zo. In deze tweede dienst uit de serie Leven en Loven in Gevangenschap kijken we naar Paulus en willen we nadenken hoe de gevangenis je relatie met God verandert. De gevangenis verandert je relatie met God. Een God die namelijk ook daar is. Want onze hulp is in vrijheid, in gevangenschap en in intelligente lockdowns. In de naam van deze Heer. De Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Een Heer die trouw is en die het werk van zijn hand ook jou niet loslaat. Laten we deze Vader, Zoon en Geest aanbidden. Laten we bidden. Heer machtig God, het is stil op straat. Een kwaad virus waart als een spook over uw wereld. En we weten niet hoe en wat en hoe lang. We bidden u, Heer, richt onze ogen op u en op uw Zoon Jezus Christus, die kwam om mensen te redden. En schenk ons uw goede geest om te vertrouwen op een nieuwe morgen. Een nieuwe morgen die aanbreekt. Trouwe God, bevrijd ons van onze zorgen. En kom gauw. Amen. Ja, zoals gezegd, we kijken 3 weken lang naar het thema gevangenis. Vorige week zagen we de bekering van koning Manasse. Vandaag die van de fariseer Saulus. We lezen zijn bekeringsverhaal. En het staat in Handelingen 9, vers 1 tot 22. En daarna zingen we eigenlijk over, ja, voor wat hem daar overkomt en wat daar verandert, met Psalm 69, vers 10. Handelingen 9, vers 1 tot 22. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg, die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: wie bent u, Heer? Het antwoord was: ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. Hij antwoordde: ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man
en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om weer iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar huis waar hij Saulus de handen oplegde. Terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u is verschenen op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerling in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Allen die hem hoorden waren stom verbaasd en vroegen, dat is toch de man die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus naar het leven stond? En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan hoge priesters? Saulus' optreden werd echter steeds krachtiger en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Klaagt, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En Paulus weet dat. Paulus schrijft hoe die gebeurtenis die we net lazen zijn leven totaal veranderd heeft in zijn brief vanuit de gevangenis aan de gemeente in Filippi. We lezen Filippenzen 3, vers 1 tot 11. Paulus schrijft er voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God. En laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op onszelf. Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreër met de wetsopvatting van een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen
en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Ik wil op dit moment ook speciaal richten op de kinderen. We doen het ook via de website. Wekelijks tref je op gkvbergentijn.nl heel wat kindermateriaal bij de preek. Je treft een verhaal, je treft verschillende verwerkingsopdrachten, je treft een filmpje, per leeftijdsgroep eigenlijk. Voor de volwassenen is er bijbelstudiemateriaal. Ook dat kunt u vinden, www.gkvbergentijn.nl. Maar nu toch even een moment voor de kinderen. Ik neem even deze microfoon, dat maakt het iets gemakkelijker bewegen. Ja, toen zaten we opeens allemaal thuis. Dat is wat, hè? Opeens gaat niks meer door. Je kan niet naar school, dat is even wennen. En misschien mis je dat ook wel, misschien mis je wel je vriendjes en je vriendinnetjes of de juf. Daar zit je dan. Beetje opgesloten misschien wel. Maar goed, de kinderen mogen maandag of dinsdag weer naar school. Hè? Dan is dat voorbij, kan je iedereen weer zien. Ben je er blij mee? Dat weet ik natuurlijk niet. Maar laten we hopen dat het zo blijft. Dat thuis zitten is dan even voorbij. Maar wat heb je al die weken allemaal gedaan daar thuis? Nou, ik heb een beetje naar mijn kinderen gekeken. Stefan, Matthias en Thomas hebben thuis huiswerk gedaan. Nou ja. En ze hebben met elkaar heel lief gespeeld. En ze hebben zich ook verveeld. Heel erg verveeld. Want ja, je kan zo weinig. Hè? Je kan niet naar voetbal. Je kan niet naar oma. En wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen? Ik weet niet hoe bij jou is, maar zij gingen dingen doen die ze anders nooit doen. We hebben veel gepuzzeld bijvoorbeeld. Maar ze gingen ook iets anders doen. En ik neem iets mee. Ik pak even iets. Misschien weet je wat dit is. En snap je een beetje wat ze gedaan hebben. Wat is dit? Een vuilnisbak. Ja, als je toch niks te doen hebt, dan ga je ook maar even opruimen. Hè? Dus ze moesten hun kamer opruimen. En wat gebeurt er dan? Nou, ik heb het hier even meegenomen. Kijk, als je je kamer op gaat ruimen, dan kom je van alles tegen waarvan je dacht, heb ik dat? Bijvoorbeeld dit. Hoe kom ik hier nou aan? Wat is dit voor troep? Hoe komt dat in mijn kamer? Hè? Hop, weg ermee. En nog zo eentje, wat is dit? Zo, je gooit van alles weg waarvan je dacht, hoe kom ik hier nou aan? Hè? Wat is dit nou? En je kamer wordt steeds leger en soms gooi ik al dingen weg waarvan je denkt, ja, daar speel ik eigenlijk niet meer mee. Je kamer wordt steeds leger en ruimer. En je komt ook dingen tegen waarvan je dacht, hé, die was ik kwijt. Dat is mooi. Wat fijn dat ik die weer terug heb, hè? Prachtig, daar ben ik toch blij mee. Die leg je weer netjes neer en kijk eens, die heb ik ook nog. Wauw. Gelukkig, die kan ik mooi gebruiken. Je vindt ook dingen weer terug, hè? Waardevolle dingen waar je blij mee bent. En je kamer is weer leger. Je gaat weer met dingen spelen. Het is ook eigenlijk wel heel mooi. Als je dingen opruimt, ontstaat er ook weer ruimte. Voor nieuwe dingen. En je vindt dingen weer terug. Nou, daar gaat eigenlijk de preek over. En ook al het kinderwerk dat op de website staat, kijk er maar eens naar. Het gaat over Paulus. Paulus zit ook opgesloten. Hij kan eigenlijk niks. En hij zegt, wanneer je opgesloten zit, dan moet je eens gaan opruimen. En weet je wat je dan vindt? Dat verklap ik niet. Daar gaat de preek over. En anders kijk je maar op de website bij het kindermateriaal. En succes op school deze week.
Zo, ik ruim het ook maar een beetje op. We lezen de tekst voor de preek. De tekst is uit die brief van Paulus, die gevangenisbrief, Filippenzen 3, vers 7 tot 9. Paulus schrijft daar: wat voor mij winst was, hè, belangrijk, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Denk aan het kindmoment. Want ik wilde Christus winnen. En één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ja, het is het weekend van Moederdag. Moederdag in coronatijd, dat is even anders. En we zijn niet allemaal moeder of vader. Daar willen we straks ook voor bidden. Maar we hebben wel allemaal een moeder. Hè? Die ene bijzondere vrouw van wie jij het leven ontving. En die op deze dag geëerd wordt, op Moederdag. Maar wanneer je moeder nog leeft, je kunt haar misschien niet bezoeken. En volwassen kinderen komen misschien niet langs. Want de wereld zit dicht. En wanneer je dat wel kunt, hè, ja, dan blijft de knuffel achterwege. We leven op 1,5 meter van elkaar. Dat is het nieuwe normaal, zegt premier Mark Rutte. We werken thuis, we zitten thuis en we kerken thuis. En vorig jaar was Moederdag nog zoals we altijd gewend waren. En je kan dat vandaag missen. Je kan dat diep voelen. En je kan terugverlangen naar hoe het was. Naar het oude normaal. Maar het gaat niet. De wereld is veranderd. Onze premier Mark Rutte zegt dat er een wereld voor corona is. En dat er, zo hopen we toch, hè, ook een wereld na corona zal zijn. Op 1,5 meter voorlopig. En je kan je gevangen voelen. Net als Paulus. We lazen een brief van hem uit de gevangenis. De brief aan de gemeente in Filippi. Dat is deze brief. En een gevangenis, ja, dat is een nare plek. En waarom? Het is geen hotel, hè? Je kan er niet in en uit. Je bent je vrijheid kwijt. En in de tijd van de Bijbel waren gevangenissen, zoals nu nog op heel veel plekken in de wereld, en zoals het ook 75 jaar geleden was, hè? We hebben de verhalen van oorlog en bevrijding deze week allemaal weer gehoord en gedeeld. Het was een hel op aarde. Daar wil je niet zijn. En toch lijkt God regelmatig die gevangenis te gebruiken als een plek van verandering. Er is een wereld voor de gevangenis en er is een wereld na de gevangenis. Zo gaat het ook bij Paulus. Paulus. Dat is niet de man die je van nature associeert met de gevangenen. Nee, Paulus was een modelburger. Lees maar eens wat hij daarover schrijft in Filippenzen 3 vers 5 en 6. Moet je zien, Paulus was goed opgevoed, zegt hij. Hij werd besneden toen hij 8 dagen oud was. Wij zouden zeggen, hij is als kind gedoopt. En al heel snel ook. En hij behoorde tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin zelfs. Dat is de stam waar de eerste koning uitkwam, koning Saul. En de stam Benjamin is ook de enige stam die in het Oude Testament trouw bleef aan Juda. De andere stam van dat vooraanstaande tweestammenrijk. Benjamin, dat is een stam om trots op te zijn. Dat is een goede stam.
Paulus kwam uit een goed geslacht. En Paulus die zegt ook dat hij ook nog eens koos voor de meest precieze, de meest strenge geloofsvariant, de Farizeeërs. Dat waren de mensen die de wet tenminste nog serieus namen. Die waakten voor verval. Zoals jij misschien ook wel om je heen ziet. Paulus, zouden wij zeggen, nou die was goed gereformeerd. Niet echt iemand die je associeert met een gevangene. Nee. Paulus zet je eerder op de kerkenraadsbank dan op de strafbank. Paulus. Dat is een man om trots op te zijn. En dat was Paulus ook. Paulus was trots op zichzelf. En Paulus die besluit zelfs om op te komen voor wat hij het ware geloof vindt. De leer van de Farizeeën. Hij heeft de gemeente van de Jezus van Nazareth daarom ook fanatiek vervolgd, zegt hij in vers 6. Kijk, voor Paulus gaat de gevangenisdeur niet dicht. Nee, voor Paulus gaan juist deuren open. Die voor anderen gesloten blijven. Paulus was de kat, anderen zijn de muis. Trouwens, dat Paulus daar in vers 4 vertelt, dat hij genoeg redenen heeft om op zichzelf te vertrouwen. En dat hij zichzelf op de borst slaat met zo'n godsdienstige achtergrond als hij. En dan als voorbeeld van hoe goed hij is. Als voorbeeld gebruikt het fanatiek vervolgen van de gemeente. Ja, dat vinden wij natuurlijk niet zo aardig. Dat klopt in onze oren niet. Maar we moeten het ook een beetje naar onze tijd trekken. Stel je voor, wanneer jij je nou zorgen maakt om ontwikkelingen in de kerk. En je besluit om je flink te verzetten tegen al die, in jouw ogen, al die gemakzucht om je heen. Je bent een wachter op het woord. Het woord, ze zullen het laten staan. En je klimt fanatiek in de pen. Dan komt deze Paulus misschien zomaar opeens heel erg dichtbij. Herken je misschien? In jezelf? Dit blijkt het oude normaal van Paulus. De wereld van Paulus is veranderd. Paulus is niet meer de kat in deze brief. Paulus is de muis geworden. Paulus is opgejaagd, vervolgd en klein geworden. Letterlijk, want Paulus betekent letterlijk kleintje. Kleintje. En hij zit in een hol, hij zit in de dodencel. En dat is het nieuwe normaal voor Paulus. Er is iets gebeurd. En die gebeurtenis, die heeft Paulus hele denken, zijn hele leven, zijn vreugde, zijn hoop, zijn levensdoel, zijn idee over God, compleet veranderd. Jezus heeft namelijk de deur dichtgegooid. Wanneer deze Paulus Jezus ontmoet, verandert alles. Kijk, Paulus kende Jezus wel van de verhalen, maar daar moest hij niets van hebben. Nee, die Jezus, die zet alle overtuigingen van Paulus overboord. Alles wat voor Paulus belangrijk, winst is, zegt hij in Filippenzen. Jezus, alma Jezus, alsjeblieft niet, daar wordt Paulus helemaal gek van. Al dat Jezus gedoe. Het gaat toch om de wet van Mozes? Dat deed alle deuren voor Paulus opengaan. En toch ook zeker richting God. Dit doet de deur dicht. Die Jezus, ja, die wil Paulus niet. Paulus kende wel de verhalen over Jezus, die kende hij heel goed. Maar hij kende Jezus zelf
niet. Hij kende hem niet als de verlosser, de redder, de zoon van God, de zoon van David, de Messias. Dat ontdekt hij op weg naar Damascus. En dat verandert zijn leven. Dat bekeringsverhaal van Paulus, hè, wat we eerder lazen, in Handelingen 9, dat is een aangrijpend verhaal. Het is denk ik goed om er even naar te kijken, kort naar te kijken. Bekeringsverhaal is trouwens een beetje een gek woord voor Paulus. Paulus kende de Heer al, toch? Je hoeft hem niks wijs te maken. Kijk, en dit verhaal is in de kern hetzelfde verhaal als van de bekering van koning Manasse vorige week. En in de kern ook hetzelfde verhaal als het verhaal van de verloren zoon. Het komt op hetzelfde neer. Maar toen werd door een gevangeniservaring een afgodendienaar, Manasse, of een losbol, de verloren zoon, bekeerd. Maar nu wordt een gelovige bekeerd. Dat kan dus ook. En misschien heeft daarom dit verhaal jou wel meer te zeggen dan die preek van vorige week. Paulus was een gelovige. Hij wilde de Heer dienen. Hij wilde de Heer beter leren kennen. Hij bestudeerde ijverig de wet. Hij wilde de Heer dienen met zijn hele leven. Maar het aangrijpen in dit verhaal zie je al in vers 1. Ik heb een andere vertaling op de beamer gezet. Want het woord voor bedreigen dat in de nieuwe vertaling staat, dat kun je ook vertalen met stoom dat uit zijn neusgaten komt. Als een briesende leeuw. En dat lijkt wat hier staat. Dat lijkt op wat over Satan wordt gezegd. Dat hij op deze aarde rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. Gaat Paulus op die manier te werk? Is dat de geest die in hem gevaar is? Met al zijn ijver voor God? Kijk, Paulus denkt dus fanatiek de Heer te dienen, maar het blijkt het kwaad. Moet je je voorstellen. Dat is toch aangrijpend, dat is aangrijpend in dit verhaal. Beeld je dat eens in. En Paulus komt daar even later ook zelf achter. Door de naam waarmee hij door Jezus geroepen wordt. Jezus roept naar hem, Saul, Saul. Waarom vervolg je mij? Paulus heette toen nog Saulus, hè? Dat is een oude naam. En dat is een bekende naam in die vooraanstaande stam Benjamin. Dat was een naam waar hij trots op was, Saulus. Maar Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ja, dat klinkt die bijbelgeleerde Paulus opeens een beetje anders in de oren. Want die woorden kent hij heel goed uit het Oude Testament. Het is wat de gezalfde en onschuldige David roept toen hij werd achtervolgd door de boze Saul. En Paulus voelt het opeens. Ik ben niet de Heer aan het dienen. Ik ben een nakomeling van Saul. Die de gezalfde zoon van David vervolgt. Ik sta aan de verkeerde kant. Dit is natuurlijk voor Paulus een ongekende ervaring. Hè? Alles waarop hij zijn leven gebaseerd heeft, alles stort in. Hij bleek ziende blind. Hij. We lazen de Filippenzen, besneden op de achtste dag, behorend bij het volk van Israël. De stam Benjamin notabene, geboren Hebreër, met een wetsopvatting van de Farizeeër, het meest ernstige, het meest serieuze. Aan alles wat in de wet staat voldeed hij volledig, zegt hij in Filippenzen 3. Wanneer er iemand is die reden heeft op zichzelf te vertrouwen, dan Paulus.
Hij somt het allemaal op. En deze Paulus bleek ziende blind. En hij is in handelingen ook letterlijk blind. Jezus heeft de deur dichtgegooid naar zijn oude leven. En Paulus' oude leven sterft. En het moet begraven worden. 3 dagen lang, staat er, Handelingen 9 vers 9, is het donker om hem heen. Het is een grafervaring voor Paulus. Het oude normaal is nu voorbij. Maar na drie dagen ontstaat er een nieuw normaal. Het wordt Pasen in Paulus' leven. En wanneer de schellen van Paulus' ogen vallen, Handelingen 9 vers 18, ziet hij voor het eerst God. God helder. En wat doet hij? Zijn relatie met God verandert totaal. Het wordt totaal anders en hij laat zich dopen in de naam van Jezus. Tot een nieuw leven. Kijk, in de Bijbel is er continu sprake van een oud normaal en een nieuw normaal. Anders dan premier Rutte het bedoelt, uiteraard. De Bijbel zegt eigenlijk, er is een wereld voor Pasen en er is een wereld na Pasen. En wanneer je die paaservaring kent, dan kan je niet meer terug naar hoe het was. Dan gaat dit. Dan is de wereld blijvend veranderd. Vraag maar aan Paulus. Kijk, Paulus ontdekte dat zijn ijver voor de wet, dat hij in werkelijkheid daardoor 1,5 meter afstand hield van God. Het bleef buiten zijn hart. Het was iets van de buitenkant van zijn gedrag. En Paulus ontdekt ook, dat schrijft hij in Filippenzen 3, vers 7, het begin van onze tekst, dat werkelijke kennis van God, vinden we belangrijk, kennis van God, werkelijke kennis van God is een persoonlijke geloofsrelatie met Jezus Christus. Hij schrijft in Filippenzen 3, vers 7, het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, het kennen van hem, overtreft immers alles. Dat is het. Maar Jezus gooit daarvoor eerst keihard de deur dicht. Jezus haalt door alles waarop jij je leven baseert een kruis. Het wordt Golgotha in jouw leven. En dat doet pijn. Dat doet verschrikkelijk veel pijn. En Paulus moet hier door de graflucht van zijn eigenzinnige godsdienst, waarin hij op zichzelf vertrouwt, daar moet hij heen. Om te merken dat Jezus zelf op een dieper niveau, waar hij nog nooit bij aanbeland was, een deur opent. Een deur waarvan hij het bestaan niet eens kende. Een deur naar een totaal nieuw leven. En waarin je beter dan ooit beseft wat Pasen werkelijk inhoudt. En beseft wie God is. Het is de deur van je hart. Maar hoe ziet dat nieuwe leven na Pasen er dan uit voor Paulus? Saulus wordt Paulus. Paulus wordt een kleintje. Hij is niet meer trots op zichzelf. Hoewel hij redenen genoeg heeft om op zichzelf te vertrouwen, schrijft hij. Maar hij is trots op Christus Jezus. Zoals Johannes de Doper eerder al zei, ik moet kleiner worden. En hij, dat is Jezus, groter. Je wordt kleiner. En het wordt ook uitgedrukt in Paulus' nieuwe naam, kleintje. Je wordt nederiger, afhankelijker, kwetsbaarder. En misschien herken je dat ook wel in onze gevangeniservaring, deze coronacrisis.
Hoe klein en nietig blijken wij nu wel niet in werkelijkheid te zijn. Hoe kwetsbaar ook. Een onzichtbaar virus, waarvan je niet weet wie het heeft, doet je zomaar in het ziekenhuis belanden. Het isoleert ons allemaal. En het legt de wereldeconomie volledig plat. Wij. En wij dachten tot voor kort de hemel te kunnen beklimmen. En wie is er nou zo groot en machtig als de moderne mens? Maar binnen enkele weken zijn al onze torens van Babel ingestort. De vliegtuigen staan aan de grond. En we leven in verwarring. Verspreid. We zijn maar klein. En we weten het. Nu weten we het. Maar Christus is groot. En dat is de andere kant van de ontdekking. En daar gaat het in deze tekst over. Maar hoe zie je dat nou? Hoe zie je nou dat Christus groot is? Dat zie je door de vuilcontainer te pakken. Kijk, wanneer je in een gevangenis zit, dan kan je geen bezit meenemen of je baan uitvoeren, je kan niks. Je moet achterlaten, je wordt gefouilleerd en je verliest alles. De deur gaat achter je dicht. Je bent alleen. En je bent klein geworden. En je hebt niets. Alles wat je had, dat is nu ook waardeloos geworden. Wat heb je nou in de gevangenis aan je mooie auto? Of wat heb je aan je vakantieplannen, of je carrière, of je inzet voor God? Het is vuilnis. Niets meer waard. En misschien merken we dat ook wel een beetje in deze coronacrisis. Hè? Je vakantie staat misschien wel op losse schroeven. Ik kan je straks nog wel reizen. En je relaties, je kan ze moeizaam onderhouden. Het is moederdag achter het raam. En je hebt ook niets aan je volle bankrekening, want je kan gezondheid niet kopen. En je aandelen kelderen keihard. Of je baan of je bedrijf wankelt. En je kan je ook niet inzetten voor God nu. Het is vuilnis. En om het bij mezelf te houden, vind ik wel zo eerlijk. Ik kan nu niet fanatiek allemaal pastorale rondjes lopen of bij voor mekaar gaan zitten of van alles gaan ondernemen voor God. En ik kan er niet trots op zijn ook. Ik zit thuis. En ik vraag me nu in deze periode af, was het geen vuilnis? Hield het mij misschien niet juist op 1,5 meter afstand van Jezus? En roept de Heer misschien nu ook wel tegen mij? Saul, Saul, waar maak jij je zo druk om? Waar ben je nou mee bezig? In de gevangenis voel je je klein en eenzaam. Het isoleert, het doet pijn. En wie kan voelen wat jij voelt? En wie kan dichtbij komen? Wie kan dat? Jezus. Van Jezus weten we dat gevangenisdeuren en lockdowns hem niet tegenhouden. En lege kerken ook niet. Jezus breekt vandaag, ook nu, dwars door alle muren heen. Hij staat nu in jouw huiskamer. En hij weet jou altijd en overal te bereiken. En wat doet hij dan? Hij wenst je vrede. Zijn vrede. Is dat niet groots? En Paulus weet dit. Paulus zat al een keer eerder gevangen in Filippi. In Filippi, in deze plaats waar hij nu deze brief aan schrijft, daar zat hij gevangen eerder.
Hij werd opgepakt, vastgezet met zijn voeten in het diepste blok. Maar midden in de nacht, op het diepst van zijn isolement en gevangenschap, begon hij daar met Silas te zingen. En de gevangenisdeuren sprongen open. Is dat niet Paas? Het oude normaal, hè? Het oude normaal. Maar ook deze crisissituatie. Het is mijn einde niet. Het is ook mijn levensdoel niet. Het is mijn geluk niet. En het is mijn trots niet. Jezus opent een weg naar een nieuw leven. Durf daarvan te zingen. Voor eeuwig doet hij dat. Voor mij. Voor jou. Maar hoe komen we dan bij dat nieuwe leven in Christus? Hè? Hoe komen we daar? Ik zei het al een poosje geleden. Ik denk dat we eerst eens wat moeten gaan weggooien. Kijk, het zijn vragen om eens over na te denken deze periode. Maar bepaalt deze periode de kerk, ook de kerk hier in Bergentheim, niet bij de vraag wat er werkelijk toe doet? En wat hebben we nu nog van ons kerkelijk leven in deze periode van lockdown over? Kerk is leeg. En roept dat niet de vraag op wat is nu werkelijk kerk zijn anno nu? Kijk, ik leer in deze periode dat de vraag voor de kerk niet is, wat is onopgeefbaar? Welke dingen zijn nou zo belangrijk? Ja, die mogen niet weg. Daar valt mijn kerkelijke identiteit mee samen. En die vraag die stellen we vaak. En we komen ook al snel met allerlei dingen die we belangrijk vinden. Wet, regel, traditie, nestgeur. Of soms gewoon een kwestie van smaak. Ja, dit moet gezongen worden op die manier. Dat instrument, die muziek. Ik hoor zelfs nu nog commentaar daarop. Is dat soms niet eigenzinnige godsdienst? Ik stel het als vraag, overweeg dat eens. Kijk, de vraag van Paulus in Filippenzen 3 is anders. Zijn vraag is, wat is nu wel opgeefbaar? Saul, Saul, waar ben je zo druk mee? Stel jezelf die vraag, welke drijfveer zit er nou achter al mijn inzet en commentaar? Wat zit daar werkelijk achter? Laat het eens los. Laat die ondraaglijke last nou eens van je schouders glijden, van wat je denkt allemaal te moeten beschermen. Je zinloze geploeter wellicht. Jezus heeft het volbracht. En vind daar je rust en vrede. Het is de enige plek waar je veilig bent. In een voorbeeld, misschien kan je het vergelijken met een schip in een storm. Een schip in een storm, die denkt kostbare lading te vervoeren van A naar B, maar dat blijkt opeens ballast. In de storm, dan maakt de lading maakt je te zwaar, je ligt te diep en het water klotst daardoor over de rand. De hoeveelheid lading zorgt er juist voor dat je vergaat. Je redt het alleen in een storm wanneer je kostbare lading overboord durft te gooien. Het is ballast. Vuilnis. De vraag van Paulus hier is, maak je levensscheepje in deze coronacrisis, deze gevangeniservaring, maak het eens leger. Wat gooi je overboord? En misschien moeten wij ook als kerk daadwerkelijk een grote vuilcontainer bestellen en die bij de kerk voor de coronacrisis plaatsen, bij ons oude normaal. Wat zou jij daarin gooien? Wat belemmert ons? Wat moet eruit? Hoe zou de kerk er dan uitzien na de coronacrisis? Wat wordt ons nieuwe normaal?
En waarom doen we dat? Om wat Paulus zegt, om Christus te winnen. Om Christus te winnen. Want Jezus opent een leven in vreugde. Jezus opent een leven in vreugde. Het hele bizarre is dat die klein geworden Paulus, hè, de kat die muis werd, de gevangenen en geslagenen, dit hoofdstuk 3 in de brief aan de Filippenzen opent met: laat de Heer uw vreugde blijven. Uw vreugde. Halleluja, zegt Paulus. He, Paulus' gevangenisbrief, het is een loflied. Een loflied op de Heer, zoals de psalmen dat zijn. Juist in moeilijke tijden. De Heer blijkt er namelijk wel te zijn. Juist daar. En hij geeft je vreugde. He, Paulus zegt ook in vers 10 dat hij de kracht van Christus opstanding wil kennen. Wauw. Die kracht waarmee Jezus opstond uit de dood. Die kracht. Die mag jij ervaren. Die mag jij kennen. Door meer te kennen van Christus, de opgestane. Om zelf kleiner te worden. En Jezus te laten groeien in jou. En dat doet pijn, zegt Paulus. Je deelt ook in zijn lijden. En je wordt bepaald bij wat jou werkelijk drijft. En dat is onthullend. Dat kan je steken. In deze week van dodendenking en bevrijding ging het ook wel over de in de Tweede Wereldoorlog gevangen Dietrich Bonhoeffer. En hij zegt dat je de Bijbel, hè, altijd tegen jezelf inleest. Hij bedoelt, je komt in de Bijbel jezelf tegen. De Bijbel staat nooit automatisch aan jouw kant. Als je dat denkt, dan klopt er iets niet. Net als bij Paulus doet het ontdekken van Christus pijn. Je verliest ballast. Dingen die je belangrijk vond. En je zingt in de gevangenis. Halleluja! Opstandingskracht. Kijk eens wat ik nou heb. Ken je die vreugde? Nee? Zou je die vreugde willen leren kennen? Gooi dan eens wat weg. Ga eens opruimen. En durf te bidden en te zingen. Midden in je lockdown. De schellen zullen van je ogen vallen. En de boeien van je lijf. Want je leeft binnen 1,5 meter van Jezus. Amen. Mijn verdriet, in mijn vallen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent de rust als het stormt op zee. In mijn onrust neemt u mijn hand. In mijn vragen wordt uw woord staan. Van licht is
de sterren, Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren, Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren, Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren, Heer, u leidt ons door de storm. Dat van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, veilig naar de kust. God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, veilig naar de kust. Jezus leidt je door de storm, ook door deze storm die nu over de wereld gaat. En we willen God daar ook voor danken. Laten we samen hem aanbidden. Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest, we prijzen u. We zingen de lof op uw grote naam. U bent het licht van de wereld. U bent de baken van licht. U bent een vuurtoren die ons de weg wijst door de storm. U bent erbij. U komt naar ons toe. U loopt over water. Heer, we danken u daarvoor. We danken u daarvoor, Heer, ook door juist deze periode waarin wij ook leven nu. Een periode die opeens anders is, die ons klein heeft gemaakt en nietig. Paulus. Heer, we bidden u, geef ons ook de vreugde van Paulus, juist nu. Het nieuwe normaal na Pasen. Heer, dat we al onze inzet, die nu even niet kan. Al ons bezit, wat misschien even minder belangrijk is geworden. Al onze verwarring. Dat we die voor u neerleggen. En vragen, wat is van u en wat is van ons? Heer, help ons om weg te gooien wat niet van u is. En ik kan het helemaal niet beoordelen, Heer. Geef ons daarvoor uw geest. Uw geest die leidt in de waarheid. Geef ons de moed om niet te hangen aan ballast. Het maakt ons te zwaar. Maar aan Christus alleen. U bent de rust als het stormt op zee. Heer, we willen u ook danken. We willen u danken, Heer, voor bevrijding 75 jaar geleden. We mochten dat in aangepaste vorm toch vieren. We zagen al die vlaggen buiten. En Heer, het is iets om dankbaar voor te zijn. Er zijn zoveel plekken op deze wereld waar geen vrijheid is. Er zijn nog zoveel gevangenissen. Er is zoveel nood. Heer, maak ons hart daar ook voor open. Straks, Heer, hebben we ook een bijzondere collecte. Kerken helpen kerken. Voor elkaar. En het gaat niet om de kerken hier in de regio, maar om uw kerk wereldwijd, die in een heel andere situatie zitten dan wij. Die niets hebben om weg te gooien. Die hopen om iets te ontvangen van uw genade, ook door ons. Heer, we danken u ook voor Moederdag. We danken u, Heer, voor moeders die we hebben of gehad hebben en die ons
de liefde hebben bijgebracht en gegeven, maar bovenal de liefde van u, Heer Jezus Christus. Help ons, Heer, dat ook in aangepaste vorm te vieren. We bidden u ook, Heer, als dat niet zo was. Als we opgroeiden, Heer, misschien wel zonder moeder, als onze moeder er al heel lang niet meer is. Als het niet goed was thuis. Het is een dag van het gezin, maar misschien was het wel gebroken, of is ons eigen gezin gebroken. We bidden u, Heer, als we zo graag ook moeder zouden willen zijn, of vader, als we kinderen verlangen, als dat ons gebed is, maar het niet zo is. Gevangenis. Wie kan dat voelen? Heer, u breekt overal doorheen, door alle muren, ook de muren rondom ons hart. U wilt binnenkomen, Christus, en wenst vrede. Geef ook, misschien wel voor ons deze moeilijke dag, vrede. Vrede diep in ons hart. Vreugde. Leven en loven in gevangenschap. Heer, help kerken wereldwijd om dat te doen. Om een krachtig, ander verhaal, het evangelie van Christus, vreugde, om dat uit te zingen over deze aarde. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. We willen God danken, en dat doen we ook in de collecte. We hebben een vast moment ingeroosterd waarop u ook kunt overmaken op de collectedoelen die we hebben via het rekeningnummer van de kerk, via de gift-app. Heel graag, in het bijzonder ook aanbevolen, de collecte voor de andere kerken, kerken helpen kerken. En na een kort moment om te geven, dat is nu, twee collectes, zingen we niet over vuilnis, maar over redding. Redding door Jezus alleen. Opwekking 575, na een kort moment van collecte. Stop.
In deze week van bevrijding zingen we straks ook twee coupletten uit het Wilhelmus. Na Gods bevrijdende zegen. Want de Heer zegent u en hij beschermt u. De Heer doet het licht van zijn aangezicht over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en geeft u zijn vrede. Amen.